Wel, beste vrienden van de Mirzwijn Academy, het is vandaag iets beetje speciaal. We zijn in Kluisbergen, dus eigenlijk 50 kilometer wat verder dan Brussel. En wij geven hier, Pascal en ik, een bijzondere Mirzwijn Academy voor de mensen van de MRI over de wijnen uit Languedoc-Roussillon. Iedereen moet weten dat Pascal echt een specialist is. Hij is bij sommelier van België geweest een paar jaar geleden. Pascal is tegelijkertijd ooit sommelier geweest bij Christopher. Christopher was een van de bekendste adressen in Brussel, in de Zavel. En ook Pascal is sommelier geweest lang geleden, toen ik hem gekend heb met mijn familie, bij de Château du Meur in Elzele, waar ik nog een herinnering heb, Pascal, aan een fantastische Coteau du Léon 1982. Maar de naam van de wijn weet ik niet meer, persoonlijk. En dus, we zijn hier over de Languedoc-Roussillon bezig. Pascal, wat zijn vandaag de belangrijkste kenmerken van de Languedoc-Roussillon wijngebied? De Languedoc-Roussillon voor mij was een alternatief tegen de grote Bordeaux en de grote Bourgogne dat ik nog altijd liefst proef. En zelfs met veel plezier. Maar het budget wordt tamelijk hoog voor die grote en die heel prachtige wijnen. Met het streek van de Languedoc hebben we een ongelooflijke mogelijkheid van een soort mozaïek van in de witte wijn, in de droge wijn, in de zoete wijnen, in de sparklingwijnen. Kunt u een voorbeeld in de Pic Saint-Loup, in de Corbière, in de Minervois, waar dan er ook Belgische wijnviticulteurs zijn. We hebben ook enkele druifjes in de Corbière. Maar het frustratie van de prijs bestaat niet meer in de Languedoc. Er is een vriend die mij zegt over 15, 20 jaar, het zal de Eldorado van de wijn zijn. Ik denk echt dat we erin zijn. En ik hoop nog één ding, dat we nog voor 15, 20 jaar erin blijven. Kan u nog iets zeer kort vernemen over uw eigen ervaring in de Languedoc, over uw eigen wijndomein? Over mijn, het is niet mijn eigen domein. Wij zijn met een paar vrienden, met daar een goeie hectare oude Carignans van 100 jaar oud. Ja, ja, ja. Een micro-cuvée maken, uitsluiten voor het plezier, zou ik zeggen. Maar de streek is fantastisch mooi. Die zit op de baan van de Qatar, la route de Qatar. Ja, ja. Het is fabuleus mooi. Aan 360 graden, als je dat bekijkt, zie je niks buiten de garrigue en enkele wijnstokken. Het is een heel prachtige streek. Wij zitten wel aan 200, 250 meter hoog. Dus de druiven zijn iets later rijper dan de gewone Languedoc van die iets beneden gestaan. Maar toch is het één interessant over de typiciteit van dit streek. Ik houd van de Corbière, maar ook van de Minervois, van de Pic Saint-Loup, van al die heel prachtige. Hoe noemt u eigen wijn, Pascal? Le Roc d'Alaric. Niet omdat het rock'n'roll is, maar wel omdat het aan het voet van de Montagne d'Alaric staat. En dat is natuurlijk bij u te vinden voor de mensen die dat willen kopen. Absoluut, maar heel weinig flessen. En op de website? Op de website ook, pascaldelfos.be.